Hoi, ik ben Nelly. En ik ben Rens. En welkom in ons drugslab. Wow, echt als bij echte ecstasy. Ja, oh, ik vind het echt leuk. En mijn hart gaat super snel. Echt heel fijn, heel verbonden. You know the fucking concept. En zoals je van ons gewend bent, proberen wij in dit lab verschillende soorten drugs uit om te zien wat dit doet met ons menselijk lichaam. Ja, en wil jij nou niet de feestdagen doorbrengen in de cel, wat ik me kan voorstellen, dan hebben wij een legale variant op ecstasy, namelijk... Herbal. Ecstasy. En de naam herbal zegt het al, het zijn natuurlijke ingrediënten die erin zitten. Maar per pil verschilt dat ook weer, dus let wel goed op wat je koopt. Er zijn veel verschillende soorten herbal ecstasy, zoals de Flower Power, Lemon X, Dance E, Spacey. Maar wij hebben de Nice. Hierin zijn de voornaamste ingrediënten colanut, cafeïne en macuna pruriens. Maar dat het natuurlijke ingrediënten zijn, betekent niet dat het gezonder is. En soms beweren mensen ook nog wel eens dat er dan stofjes in zitten die niet op de verpakking staat. Ja. Dus let wel goed op. Belangrijk om je goed te laten informeren door de Smart Shop. Dit is een herbal ecstasy pil en het is legaal in Nederland. Maar dat betekent niet dat je het overal naar elk feest mag meenemen, omdat ze niet kunnen controleren wat er precies in zit. Wat er altijd in herbal ecstasy zit, is een stimulerend middel en een bewustzijnsveranderend middel. Daar zijn ze eigenlijk altijd naar op zoek. Dus net als bij ecstasy, dat je die twee componenten hebt. Maar wat vaak wel voorkomt, is dat dan bijvoorbeeld een legaal ingrediënt illegaal wordt. En dan veranderen ze dat ingrediënt weer voor iets wat dezelfde werking heeft, maar nog wel legaal is. Van herbal ecstasy word je licht euforisch, je wordt lekker warm, je krijgt zin om te praten. En heel veel mensen die zeggen ook dat goede herbal ecstasy echt wel in de buurt komt van echte ecstasy. Dus ik ben heel benieuwd of dat ook zo is. Dus eigenlijk zou jij dit moeten gaan proberen, want jij hebt wel ecstasy gedaan. Er zit ook cafeïne in, je hebt cafeïne gedaan, dan kan jij het een beetje met elkaar vergelijken. Ja, zou ik het doen? Deal? Ja, deal. Elke herbal ecstasy is anders, maar naar de meeste ingrediënten is nog geen onderzoek gedaan. Dus het zou kunnen zijn dat je overgevoelig bent voor een bepaald stofje in de herbal ecstasy. Ook kan het angst- en paniekaanvallen veroorzaken en in het ergste geval zelfs een psychose. Dus zeker mensen met psychische problemen wordt het afgeraden. Er is een grote kans bij herbal ecstasy dat je bloeddruk en je hartslag omhoog gaan. Dus doe jij even je band om, dan kunnen we dat zo meteen checken. Ja, maar ook kan je last krijgen van een versnelde ademhaling. Je kan je energieker voelen, bewegelijker, meer praten, tintelingen in je lichaam. Wat erg belangrijk is bij herbal ecstasy en sowieso bij alle andere drugs, is dat de set en setting altijd comfortabel zijn. Dus fijne vrienden en een prettige omgeving. Er is nog weinig bekend over de risico's van combinatiegebruik, maar zoals altijd raden wij dit natuurlijk af. Nou, jij gaat deze capsule slikken. Maar soms wordt herbal ecstasy ook aangeboden in vloeistof of in poedervorm. Aanbevolen wordt niet meer dan 1 capsule per etmaal. En je kan het niet laten testen bij de testservice. Dus zorg dat je je goed laat inlichten in de Smart Shop. Zo, weg. Nou, dan gaan we nu een half uur tot een uurtje wachten. Want dat is de inwerktijd. Ik voel me echt super lekker. Ik heb tintelingen over mijn lichaam. En ik vind praten leuk. En ik voel me echt hartstikke wakker. En euforisch, ja. En had je ook een inkick momentje? Ja, wam. Echt als bij echte ecstasy dat je ineens wow, dat gevoel kreeg. Hey, je hebt ook al eens cafeïne en ecstasy gebruikt. Zie je overeenkomsten? Van cafeïne werd ik onrustig, dat heb ik nu niet. Ik voel me heel chill, maar minder spacend dan bij ecstasy. Dus ik voel me vrij normaal, maar heel opgewekt. Praat graag, die tintelingen. Het is minder wappie, minder vaag. Ik heb helemaal geen last van iets van spanning op mijn kaken. Volgens mij zweet ik wel. Ja, ik zweet goed. Ja. Oh! Ja, dit is zweet. Is het een partydruk? Ik denk het wel. Want ik heb gewoon zin om te dansen. Heel veel zin om te kletsen met mensen. En mijn hart gaat super snel. En ik voel hem super goed. Oh, ja, want dit is ook waar mensen in paniek van kunnen raken of angstaanvallen van kunnen krijgen. Omdat ze denken, help, ik heb hartkloppingen. Ja, op de buisluiter staat maximaal 1 pil per etmaal. Je voelt je nu... Iets energieker. Maar nog niet echt dat euforische. Wat je heel veel op internet leest, is dat mensen er toch 2 nemen. We doen dit ook om mensen te laten zien wat het met je doet. Ja. Zou je er nog eentje willen? Ja. Dus kijk hoe dat is. Ja. Yeah.
weet je wat ik ook merk? Dat ik niet eens per se heel veel zin heb om keihard te dansen, maar dat ik het ook lekker vind om gewoon te zitten en te genieten van dit gevoel. Af en toe merk ik nu een beetje wazig, maar veel scherper dan bij ecstasy. Maar ik merk ook een beetje dat mijn mond af en toe een beetje zo gaat staan. Maar dat had ik natuurlijk ook een beetje met cafeïne en mijn spier. Dat is natuurlijk als je heel alert bent, dat je dan al iets actiever staat. Dat merk ik ook, maar het is helemaal niet irritant. Dat liefdesgevoel wat je bij spier niet hebt, dat heb ik nu echt wel een beetje, ja. Nou, ik vind het echt leuk. Kijk, ik vind het echt leuk. Oh, het is echt heel intens. Je ervaart het echt intenser. Ook dit warme washandje is echt heel lekker. Het is echt heel met elkaar en heel oprecht of zo. Echt heel fijn, heel verbonden. Hé, kus daar. En je hartslag is inderdaad wel weer normaal. Dus het is wel goed om te bedenken, mocht je nou in het begin de hartkloppingen krijgen, blijf gewoon rustig. Ik moet plassen. Nou, ga maar even proberen. Ja. Aangeraden wordt om ongeveer 1 glas water per uur te drinken. Dit om uitdroging te voorkomen. Maar drink nou ook weer niet te veel, want dan krijg je weer watervergiftiging. Dat ging goed. Nou, dat is een goed teken, want met ecstasy wil het wel eens niet lukken. Ik zou misschien het verschil tussen echte ecstasy en deze niet kunnen merken. Het komt zo in de buurt. Ik merk dat ik echt helemaal op scherp sta. Gaan we even testen. Ja. Zie je wel? Ik ben hartstikke alert. Maar ik moest wel lachen, want naast me zat iemand. Ja, ik was heel erg gefocust op die knop. Ja, dan win je. Alert ben je zeker. Ja. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het verslavingsrisico van herbal ecstasy. Nou lijkt het niet vaak voor te komen. Maar ja, zoals met elke drugs moet je natuurlijk wel uitkijken. Je moet het niet te vaak doen, want dan ga je eraan wennen. Het is grappig dat je lichaam volgens mij helemaal geen onderscheid maakt tussen iets synthetisch en iets natuurlijks. Het is echt dat molecuul wat gewoon ergens op gaat zitten, wat allemaal dingen gaat doen. Dus het maakt niet uit of dat natuurlijk of synthetisch is. Want dit is natuurlijk, maar het is bijna niet te onderscheiden van echte ecstasy. Zal ik eens kijken of ik kan eten? Aangezien het met ecstasy heel lukt bijna niet. Om te kijken of het nu wel lukt? Ja. Ik heb wel een hele droge mond, dus ik denk dat daarom al wat minder goed gaat. Water. Ik ben wel benieuwd. Alsof het houtsnippers zijn, zo droog. Ja. Het is ook moeilijk. Geen speeksel, het wordt super droog. Een slik gaat ook moeilijker. Let op uitdroging, let juist op watervergiftiging, dat je niet te veel water drinkt. Zorg nog steeds dat je het nooit met alcohol combineert, want ja, het lijkt een soort van veilig, braaf goedje. Maar aan Rens te zien, is het echt nog best wel heftig. Er zijn heel veel verschillende soorten herbal ecstasy's op de markt, met ieder hun eigen ingrediënten. Dus ja, overal kan je weer anders op reageren. Hangt het er ook af of je man of vrouw bent, wat je lichaamsgewicht is, hoe je überhaupt reageert op stoffen. De effecten houden zo'n 2 tot 4 uur aan, maar kunnen zelfs nog na 6 uur merkbaar zijn. Ik voel mijn hart goed kloppen, maar hij is heel rustig. Dus ik ben echt helemaal lekker steeds meer aan het ontspannen. Ik zou zo kunnen liggen en gewoon met mijn ogen dicht genieten. Eerst was hij heel energiek. En nou, ja, treedt de vermoeidheid ook een beetje op. Maar dat zie je ook bij herbal ecstasy. Dat eigenlijk het staartje, ja, daar word je wat vermoeider, wat rustiger, wat kalmer. Maar je bent nog wel aan het spacen. Ja, het is nog steeds lekker. Ik heb nog steeds gewoon die tinteling en dat lekkere gevoel. Een risico van herbal ecstasy is dat je moeite kan hebben met slapen. Mm-hmm. Ben ik benieuwd naar. Ik ook. Dit was Drugslab voor deze week. Ben jij nou echt heel erg benieuwd naar iets wat we nog niet geprobeerd hebben? Laat dan een berichtje achter in de comments. Heb je andere mooie verhalen? Willen we ook zeker horen? En dan zie je ons volgende week weer. Ja. Ciao. You know the fucking concept. Nou, het is 7,5 uur geleden dat ik de Herbal Ecstasy heb genomen. En ik kom thuis en ik kijk in de spiegel en ik zie dat ik super grote pupillen heb. En als ik er met licht in schijn, worden ze ook niet kleiner. En dat is gek, want tijdens de opnames had ik dat niet. Kijk, ze blijven groot. Het is raar spul.
Nou, ik heb vreselijk slecht geslapen. Ik voel me nu psychisch echt helemaal in orde. Ik ben alleen lichamelijk gewoon helemaal kapot. Hartstikke moe. Ik heb er wel van genoten. Maar ik moet echt even uit gaan rusten. Maar verder gaat goed. Ciao.